Was ik al begonnen? Ik was even bezig met mijn verzameling. Ik spaar magneten. En als ik er genoeg bij elkaar heb, dan begin ik een magnetenmuseum. En dan word ik natuurlijk museumdirecteur. Je kunt van alles verzamelen. Postzegels, oude munten, scheidsrechtersfluitjes, spiegels, kikkers van steen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ik verzamel al een tijdje magneten en ik heb er heel veel. Dit zijn mijn allernieuwste aanwinsten. Om een museum te beginnen moet je niet zozeer heel veel spullen hebben, maar wat je hebt moet bijzonder zijn. Zo bijzonder dat de mensen daar willen komen kijken. Ik heb nog lang niet genoeg bijzondere magneten, dus ik moet nog even verder sparen. In een museum worden dingen bewaard die je niet kunt kopen. Je mag er alleen naar kijken. Je mag meestal ook niets aanraken. Dat komt omdat sommige dingen heel waardevol zijn. Die dingen zijn waardevol omdat ze heel oud zijn. Deze magneet bijvoorbeeld is wel 100 jaar oud. En deze magneet, is heel krachtig. Alle Martens, wat een krachtpatser is dit. Even geduld, jongens. Ik ben zo bij jullie terug. Een museum is een plek waar dingen worden bewaard, zodat ze niet verloren gaan of kwijtraken. Je hebt musea waar prachtige schilderijen hangen. Of waar opgezette dieren staan. Daar kun je het skelet van een dinosaurus zien. Of een hele verzameling vlinders. In een museum kun je eindeloos door grote zalen dwalen. Het bekendste museum in ons land is het Rijksmuseum. Dat staat vol met prachtige oude kunstwerken, van schilderijen tot poppenhuizen. Er staat zelfs een kanon. Er bestaat ook een strijkijzermuseum. Dat staat natuurlijk vol met strijkijzers. Ik heb daar een keer rondgekeken en toen dacht ik, ik kan ook best mijn eigen museum beginnen. Een magnetenmuseum. Kijk, daar ligt mijn verzameling. De baas van een museum is een museumdirecteur. Een groot museum heeft ook nog eens oppassers rondlopen die goed opletten of niemand iets uit het museum meeneemt. Of dat de spullen worden aangeraakt. Moet je je voorstellen dat iemand met zijn vinger langs de verf van de nachtwacht strijkt? Het beroemdste schilderij van het hele land. Nou, ik ga maar weer eens verder met mijn eigen verzameling. Help! Een aanval! Tot wezels! Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij. Even naar mij, dan koekeloeren we. Koekeloeren we, dan koekeloeren we allebei. Wat is dat? Hè? Het is nat. Het regent. Het regent op mijn neus. Moffel. Moffel, word eens wakker. Het lekt. Er vallen allemaal druppels op mijn neus. Moffel, hoor nou toch eens hoe het regent. Ja, maar ik kan er toch niks aan doen, Pier, dat het lekt en dat het regent. Ja, het is herfst, hè? Ja, maar jij had het dak toch gemaakt, zei je? Nee. Ik was het van plan, Pier, om het dak te maken. Ik was erover aan het denken hoe dat moest. Oh ja? Nou, dan is het nu wel tijd dat je klaar bent met denken, Moffel. Moffel, kijk nou, daar lekt het ook al. Oh, ja. Oh, we moeten iets doen. Kom op, eruit. Oh, ja. Oh, hoe kan dat nou? Het lekt nu gewoon overal. Het lekt allemaal door en daar en daar. Oh, het lijkt wel of er steeds meer gaatjes bij komen. Nou, Pier, de ladder staat er al. Dus verder heb ik het helemaal uitgedacht. En het gaat gewoon helemaal goed komen. Ja, nee, laat dat maar een Moffel over. Oh, en hoe ga je dat dan doen? Ja, nee, we hadden toch die kurken bewaard? Nou, die stop ik in al die gaatjes. Ja, en dan is het opgelost. Makkie. Makkie. Oh, nou, ik ben benieuwd. Oh, nee, hè. Dan lekt het daar ook nog. Oh, nou ja, ik zet er wel een beker onder. Zo. Ja, het regent flink, hoor.
Eens kijken. Oh, daar is een gaatje. Ah, ik hoop maar dat ik genoeg kurken heb. Kijk. Zo. Hé, hey, Moffel. Wat ben jij nou aan het doen? Hé, hey, Arie. Ja, ik ben het dak aan het maken, want dat lekt. Ja, Pier, die kregen wat druppels op de neus. Oh, lekt het dak? Oh, dat is ja. Niet zo mooi. Maar ja, het regent en het waait wel heel erg, hè? Ja, pas maar op dat je niet van je laddertje valt. Hé, waarmee ben je eigenlijk het dak aan het repareren, Moffel? Oh, kijk, met de kurken. Ja, die stop ik dan in een gaatje en dat werkt prima, Arie. Hé, een kurk? Maar zou je niet beter een zeil over het dak kunnen leggen? Een zeil? Ja. Joh, ik heb niet eens een zeil. Nee, dit is echt prima. Zo, nou nog de laatste. Hoppakee. Klaar is Kees. Ja, goed vast, Moffel. Niet vallen, hoor. Ik waarde net ook al bijna mijn nest uit. Ja, het is nu echt herfst. Nou, ik ga er vandoor. Met wordt kleddernat. Ja. Ja. Dag, Arie. Doe ik ook maar eens binnenkijken. Hallo, daar ben ik weer. Ik ben Flip de Beer. Bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer? Hallo allemaal. Vandaag ben ik bij Merel, Jeppe en Sophie. En we gaan kijken welke schoenen er het beste tegen de regen kunnen. Laarzen of gimpen met mooie lange veters of sandalen of klompjes eigenlijk. Ik ben benieuwd. Oh, wil jij me misschien als eerste? Dat is spannend. Geef je Flip maar eens. Nou, wat denk je, Jeppe? Wat gaat er gebeuren? Ja, wat ga je doen nu? Nou, dan gaan we het proberen, hoor. Ga ik een beetje gieten zo? Oh, nee. Jeppe? Jeppe, voel je iets? Is het nat? Wat is er nou gebeurd, Jeppe? Zijn je schoenen? Trek je schoenen eens uit dan. Oh. Ja. Oh, je sokken zijn helemaal... Nat! Hebbal. Nou, met gimpen kunnen we niet naar buiten. Nee, dan worden je voeten ook helemaal nat. Oh, de klompjes. Er zitten wel gaatjes in. Dus ik denk... Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Sophie, ben je... Ja hoor, helemaal nat geworden ook. Oh. En nu de laarzen. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Ik weet het niet hoor. Hé, hey, voel je al wat? Ik voel niks. Voel je niks? Nee. Nog een beetje dan. Voel je niks? Nou zeg, dat was al mijn water en je voelt niks. Het werkt. Hé, hey, kunnen we dan misschien met regenlaarzen naar buiten? Ja! Zullen we dat proberen? Ja. Ja, oké. Okay. Misschien heten ze daarom ook wel regenlaarzen. Nee, ze zijn niet nat. Nou, dan gaan we naar buiten. Regenjas aan, laarzen aan. Misschien nog een paraplu. Ja. Eens kijken of het regent, jongens. Hé, hey, volgens mij is het droog. Oh, kijk eens. We maken onze eigen regen. En jongens? Nat? Nat of droog? Hoezo niet? Goeie laarzen, zeg. En een goede regenjas en een paraplu erbij. Nou, dan kan je er helemaal tegen. Lekker stampen in de plassen. Het was echt hard. Ja. Zo blijven we lekker droog. Joehoe! Met mijn snuit in de regen. Oh, dat is fris hoor, die regen. Oh, dit is leuk, jongens. Haha, dag! Tot de volgende keer! Nou, Pier, het is helemaal in orde, hoor. Alle gaatjes zijn dichtgestopt. Haal de pannetjes maar weg. Huh? Weghalen? De pannetjes weghalen? Nou, ik dacht het niet, Moffel. Kijk dan, het lekt echt overal. Ja, het lekt ook naast de pannen. Oh, wat heb je nou gedaan, Moff, op het dak? Volgens mij zijn er nu nog meer gaatjes.
Ja, nou gewoon, overal waar ik een gaatje zag, heb ik er een kurk in gestopt. Ja, maar sommige gaatjes waren een beetje groot misschien. Nou hoor, moffel. Oh, straks staat het hele hol onder water. En eigenlijk is het gewoon allemaal jouw schuld. Huh? Ja, ja, want jij zou het dak repareren en dat heb je niet gedaan. En ik doe het niet meer, moffel. Doe zelf maar iets. Ik weet het ook niet meer, Pier. Ja, of... ja, wacht, ik weet wel iets. Ja, nee, Pier, het komt helemaal in orde. Wacht, even naar de kelder. Nou ja, wat gaat hij nou weer doen? Oh, we hebben geen kurken meer. Oh, nou hoor, weet je wat? Ik pak gewoon mijn paraplu. Zo, dan blijf ik tenminste droog. Piertje. Oeh, Piertje, waar ben je? Hé, waar zit je nou, Piertje? Ja, hier ben ik al. Kijk, ik blijf in ieder geval lekker droog zo. Ja, ja. Hé, hey, wat heb je daar nou? Is dat niet het opblaasbad? Ja, dat klopt, ja. Als jij nou eens helpt met opblazen, dan komt het helemaal in orde. Hm? In plaats van mopperen. Nou, moe. Binnen te vervelen. Geef me gauw je paraplu. Nee, niet strakjes. Ik wil nu spetter, spetter, spat. Ik word heus niet nat. Spetter, spetter, spat. Ik word heus niet nat. Ik wil in de plassen springen. Regenliedje zingen. Geef me gauw je paraplu. Nee, niet strakjes. Ik wil nu spetter, spetter, spat. Ik word heus niet nat. Spetter, spetter, spat. Ik word heus niet nat. Ik wil in de goot gaan lopen. Met mijn jas niet dicht, maar open. Geef me gauw je paraplu. Nee, niet strakjes. Ik wil nu spetter, spetter, spat. Ik word heus niet nat. Spetter, spetter, spat. Ik word heus niet nat. Spetter, spetter. Wat ben ik nat? Spetter, spetter, spat. Ik moet gauw in bad. Moffel, moffel, moffel. Voel jij eens even of het water al warm genoeg is in ons zwembad? Want ik heb best zin om te zwemmen. Oh ja, ja, heerlijk warm. Echt badwater. Ja, ik denk dat ik maar eens even een duik ga nemen, Pier. Oh, ja. Ik krijg er gewoon Hey, Arie, kom binnen, joh. Hé, wat zijn jullie nou aan het doen? Het lijkt wel zomer. Oh, wat mooi. Ik wou nog wel even vragen of het gelukt was met het repareren van het dak. Nou, niet helemaal misschien, maar dit is eigenlijk veel leuker dan wanneer het niet lekt. Nou, ik ga volgende week naar het zuiden, maar het lijkt hier ook wel een beetje op het zuiden. Ja hoor, niks herfst. Bij ons is het gewoon zomer. Hé, hey, en goed dat je er bent, Arie, want we hadden nog een badmeester nodig, Pier en ik. En nou moet je goed opletten, want ik ga een bommetje doen. Oh, leuk, moffel, een bommetje. Oh, dat heb ik nou al in jaren niet gedaan. Laat mij ook eens. Oh, leuk. Nou, let op, Pier, Arie. En... Wow! Ja, maar dat is mooi, hè? Hey, horen jullie dat? Het stopt met regenen. Oh ja. Huh? Ja. Nou, je hebt gelijk. Oh nee, niet nu al. We hebben nou eindelijk een bad vol met water. Ja.
Hey, maar dan kunnen we straks wel mooie dak repareren, moffel. Ja, ja, dat wel, ja. Ja, ja nee, maar eerst nog even spelen. Ik ga zo nog een bommetje maken, mensen. Ja, maar ik ben eerst. Ik ben eerst. Ja, ja, maar wacht, ik ga ook even gauw lekker zwemmen nog, hoor. En koekeloeren jullie weer de volgende keer. Hé, hey, Pier. Aan de kant, mof. Aan de kant. Ja, ik ben... kom erin. Kom maar, durf je niet. Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel. Poepoe en Nauwnauw zijn in hun hoge boomhut in het park. Ik zie wat aankomen, roept Nauwnauw ineens. Poepoe's ogen gaan heel langzaam open en weer dicht. Hij heeft er geen zin in. Daar komt iets aan. Wat is dat? Weet ik veel. Het lijkt wel een bolletje wol. Op wielen. Poepoe en Nauwnauw liggen op hun buik en schuiven door het gras. Ze zijn nu vlak bij het bolletje. Ik zie jullie heus wel, roept het ding. Het praat. Wat eng. Eng? Hoezo eng? Ik heet Koen. En ik ben gewoon een cavia. Ben jij nog niet af? Vraagt Nauwnauw. Ik tel maar 3 poten bij je. Ik heb maar 3 poten. Ik ben invalide of gehandicapt. Maar ik ben wel heel snel met mijn rolstoel. Sneller dan jullie. Hoor je dat, Poepoe? Koen zegt dat hij sneller is dan wij. Zullen we wedden? Zegt Koen. Nauwnauw wrijft in zijn poten. Hij heeft een supergoed idee. Ze gaan Koen voor de gek houden. Nu ga ik op de bel drukken met mijn slurf en dan rennen we snel weg. We zien elkaar aan de overkant van de straat, achter die bus. Afgesproken? Koen draait zich om en rijdt als een echte raceauto door de poort de tuin uit. Snel de hoek om achter de bus, zoals afgesproken. Ook Poepoe rent zo hard als hij kan door de poort. Maar in zijn haast is hij vergeten zijn buik in te houden. Hij zit hartstikke klem. Nauwnauw zat vlak achter hem en is nu keihard tegen hem aangebotst. Nu zijn ze allebei de klos. Plotseling vliegt de voordeur open. Er komt een man naar buiten. Met zijn vuisten in de lucht rent hij de tuin in. De meneer begint ineens te lachen. Wat zien jullie er stom uit zo, zegt hij. Samen met de meneer trekt Nauwnauw aan Poepoe slurf. Eindelijk is hij vrij. Wat een goede grap, jongens. Dat moeten we snel nog een keer doen, lacht Koen. Nou, misschien kunnen we beter een ander spelletje doen. Zeg maar, Koen, waar is nou eigenlijk je 4e pootje? Mijn pootje moest eraf, van de dokter, omdat het te veel pijn deed. Er zat een ziekte in. Jakkes, dat lijkt me heel rot, Koen, zegt Nauwnauw. In het begin is het ook rot, maar nu kan ik bijna alles weer. Jij bent gewoon hartstikke handig met je handicap. Dat klopt. Want weet je, iedereen heeft wel wat. Hartstikke handig toch, zo'n stoel op wielen? Ja, dat is waar. Koen is al doorgereden. Poepoe en Nauwnauw rennen snel achter hem aan. Want Koen is hun nieuwe vriend.